Welkom bij de Max Geheugentrainer. Fietsen in groepsverband en dan ook nog muziek maken. Hoe dat in zijn werk gaat, ziet u in het volgende filmpje uit 1977. Ons land kende voor de Tweede Wereldoorlog het fietsende muziekkorps. Het regiment wielrijders, dat vooral bedoeld was voor het uitvoeren van snelle verkenningsopdrachten, genoot altijd veel belangstelling. Het fietsende muziekkorps uit de jaren 30 heeft nu navolging gekregen. Crescendo uit het dorp Opende is weliswaar geen militair korps, maar het optreden verraadt wel een gedegen discipline. Als iemand door welke oorzaak ook moet afstappen, komt er ogenblikkelijk hulp opdagen in de persoon van een rijwielhersteller die tot het korps behoort en die bij elke show aanwezig is met een mobiele fietsenmakersuitrusting. Want bij Crescendo laten ze niets aan het toeval over. Ja, en dan heb ik voor u en voor Paul hier de vragen. Paul, hoe werd in het filmpje het korps, dat je ook hier op de foto ziet, genoemd? Werd dit A, het fietsende muziekkorps genoemd, of B, het korps militaire tamboers? A. A. Niet helemaal zeker. Een gokje, wel een goed gokje. Ja. A moest het zijn. De volgende. Het filmpje begon met oude beelden. Uit welke periode stammen deze zwart-wit beelden? Stammen ze A uit de jaren 20, B uit de jaren 30 of C uit de jaren 40? B is het antwoord. Uit de jaren 30, zeg jij. En dat is correct. Waar was destijds het regiment wielrijders vooral voor bedoeld? Was dit A voor militaire festiviteiten of B voor snelle verkenningsopdrachten? Nou, B. Inderdaad, het was bedoeld voor verkenningsopdrachten. De volgende. Hoe heet de showband die de fietsende traditie uit de jaren 30 voortzet? Heet die A Concordia of B Crescendo? Crescendo. Crescendo. B, dat is juist. De Bicycle Showband Crescendo, zoals het korps tegenwoordig heet, komt uit een Gronings dorpje. En de vraag is nu, hoe heet dit dorpje? Heet het A Onstwedde of B Opende? Ik dacht A. Jij dacht Onstwedde, maar dat is niet goed. Nou. Het moest zijn Opende. Helaas. Volgende vraag is een open vraag. We zien een foto. En deze man die we hier zien kwam ook in het filmpje voor. Wat is zijn functie? De rijdende rijwielhersteller. Ja, nou je zegt het helemaal mooi. Een rijwielhersteller. Okay. Maar fietsen maken was ook goed geweest hoor. De laatste vraag. De rijwielhersteller had een soort wegenwachtkarretje achter zich. Met erop een zwaailicht. Welke kleur had dit zwaailicht? Blauw. Ja, je zegt al blauw. Ik wou nog antwoorden. Blauw, groen of rood? Nee, dan ga ik dus echt voor A. Blauw. Voor blauw, ja. Hij staat ertussen. Dan moet het hem zijn. Heel goed. Goed gespeeld. Nou. Blijf nog even staan, want we gaan natuurlijk even naar de kijkersvraag voor u thuis. Bij Wat zien ik zagen we het fietsend muziekkorps Crescendo uit het Groningse plaatsje Opende aan het werk. Wat voor hoofddeksel droegen de leden van dit korps? Stuur uw antwoord onder vermelding van Max Geheugentrainer en de datum van vandaag naar dit adres. De training zit er voor vandaag alweer op. Bedankt voor het kijken. Een hele fijne dag en natuurlijk graag tot de volgende training. Dag!